Campus Friesland organiseerde woensdag bij Tresor een speciale kinderuniversiteit. Ruim 200 basisschoolleerlingen werden door spreker Jetse Gores meegenomen in de wereld van serious gaming. Gores is onderwijskundige in het UMCG waar hij werkt op het snijvlak van onderwijs en techniek. De leerlingen werden uitgedaagd met vraagstukken en volgden workshops met binair tellen, programmeren en technisch Lego. Ik werk in het ziekenhuis in Groningen, het UMC Groningen. En daar hebben we samen met een gamebedrijf in Leeuwarden, Grendel Games, en het Medisch Centrum Leeuwarden, hebben we een spel bedacht voor chirurgen. Vandaag een kinderuniversiteit. Ik moest altijd volgens mij de basisschool doorlopen en mbo, minstens HAVO en gymnasium om op een universiteit te komen. Maar het gaat nu een stuk makkelijker, geloof ik. Ja, dit was inderdaad de kinderuniversiteit. Ik heb het ook niet mogen meemaken toen ik inderdaad op de basisschool zat. Maar dit waren allemaal kinderen, ik geloof groep 6 tot en met groep 8, die hier kwamen om naar mijn verhaal te luisteren. Wat heb je ze vandaag allemaal bijgebracht? Nou, ik heb ze heel veel verteld over serious games, dus spelletjes die bedoeld zijn voor serieuze toepassingen. Dingen leren, afleiden van pijn, allemaal dat soort zaken. En een van de belangrijkste dingen die ik ze probeer te hebben bij te brengen is dat ze tegen hun ouders kunnen zeggen als ze te veel gamen. Dat ze kunnen zeggen, mam, ik vind het leuk omdat ik leer. En wie heeft wel eens een keer dat ouders dan zeggen van, hou eens even op met spelletjes spelen. Hou die handen blijven in de lucht. We zijn sinds 1 januari begonnen met de opbouw van een 11e faculteit van de Universiteit Groningen hier in Leeuwarden. En vorige week of de week daarvoor hadden wij al scholieren hier om kennis te laten maken met de universiteit. En wij vinden dat het dat niet vroeg genoeg kan en moet. Dus vandaag hebben we een kinderuniversiteit. Ja. Ik wist op de basisschool niet eens dat er een universiteit bestond. Pas op HAVO of zo dan maak je er min of meer mee kennis. Maar waarom zo vroeg? Wat ik al net al zei, ik vind het erg belangrijk om op basisschoolleeftijd ook al kennis te laten maken. Want de kinderen hebben ook weer ouders, er moet ook over gepraat worden. En wij zijn een relatief onbekende nog in Friesland. Dus dit is een mooi initiatief om dat een beetje op de kaart te zetten. En bovendien vind ik het ook erg belangrijk om kinderen kennis te laten maken met de universiteit. Maar ook met de onderwerpen die spelen binnen de wereld van de universiteit. Daarop. Ja. Hoe gaat het dat nu doen? Best wel goed. Ja? We zijn bijna klaar. Ik zie jullie hebben een grote bouwtekening erbij. En wat moet je uiteindelijk gaan doen? Werken. Ja, maar moet je dat zelf aandrijven of gaat het straks automatisch? Ja, op een motor in de bus. Je vroeg het in de zaal, kinderen spelen heel veel spelletjes als GTA en World of Warcraft, dat soort dingen allemaal. Maar ja, de serious gaming, dat is toch een heel andere business? Ja, kijk, het ligt wel met elkaar aan het verlengde. Ik denk als je een goede serious game maakt, moet je kunnen wedijveren, moet je dezelfde kwaliteit kunnen leveren als games als World of Warcraft en dergelijke. En zo groot kun je het niet aanpakken, maar het moet er in ieder geval heel goed uitzien. Dat hebben we met het spel wat samen is ontwikkeld met Grendel Games hier in Leeuwarden, Underground, het spel voor chirurgen. Hebben we daar ook echt op gemikt. Een zo mooi mogelijk spel, wat ook speelbaar is voor het normale publiek. En wat goede cijfers krijgt van recensenten. En welk doeleinde had het in het ziekenhuis? Het trainen van chirurgen in laparoscopische vaardigheden. Dat is een operatietechniek. En de bewegingen daarvan zijn heel tegennatuurlijk. En om die bewegingen te leren, die weer natuurlijk te maken, hebben we een spel gemaakt. Een van de redenen om de context helemaal te veranderen en er een spel van te maken, is dat als je een spel speelt, als je in het simulatoren bootsen een patiënt na. En dan ben je vooral bezig met de stappen leren van het opereren en de motoriek aanleren. Maar als je een spel speelt, dan kun je de verhaallijn gebruiken om mensen te verleiden om langer te spelen. Dan kun je ervoor zorgen dat je monsters moet verslaan om langer te spelen, puzzels oplossen. Dus je hebt veel meer middelen tot je beschikking om de lerende langer te laten spelen. En dat is de hele essentie waarom we ervoor gekozen hebben om er een spelletje van te maken. En niet een simulatie van een echte operatie. En de kinderen zijn er maar druk mee bezig, zie ik. Dit worden de technici van de toekomst? Laten we het hopen dat er een paar technici bij zijn. Maar als het wat taligheden bij zijn of geschiedenis, dat is voor mij ook prima. Als ze maar gewoon leren en verder komen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.